Zondag is het de dag van de zorg. En bij mij hier in de canapé een mama die weet wat het is om voor iemand te zorgen. Je hebt een dochter, Jani. Jani is 12, maar ze is toch wel heel erg verschillend met andere leeftijdsgenoten. Hè? Vertel eens. Ja, klopt. Jani is zowel mentaal als motorisch toch wel achter op kinderen van haar leeftijd. Mm-hmm. En heeft daarboven ook nog wat medische problemen gehad in het verleden, waardoor die achterstand nog wat groter geworden is. En wat heeft ze juist? Jani heeft nu het niveau van een kind van 3. Dat mm-hmm. komt door een chromosoomafwijking die ze heeft. En daarboven heeft zij jammer genoeg ook te maken gehad met een kankerproblematiek. Ja, best wel zwaar. Hè? Je zorgt thuis voor Jani, mm-hmm. dat vind je heel erg belangrijk. Wat vind je nu het moeilijkst of het zwaarst om thuis voor zo'n kind te zorgen? Het eeuwige helpen is het moeilijkste. Wanneer andere mensen ontspannend naar de speeltuin gaan met kinderen en op afstand op een bankje fijn zitten te kijken, dan is dat voor mij heel hard werken, want dan is dat constant een kind op de schommel zetten en duwen, soms een uur aan een stuk, want dat vinden ze superleuk. Dat is constant naar de schuif aflopen om het kindje erop te zetten en eraf te halen. Dus het zijn die kleine dingen die het soms heel moeilijk maken. Die het moeilijk maken, ja. Wist je eigenlijk al van bij de geboorte dat er iets fout was met Jani? Nee, het heeft even geduurd. Ze was een paar maanden oud. Vooraleer we doorkregen van kijk, hier zijn toch wel een aantal dingen die volgens mij niet stroken met hoe het normaal gezien zou moeten gaan. Mm-hmm. Ja. Ja, daar zien we Jani. Hè. Samen de kippen eten geven. Ja, inderdaad. Het stappen lukt wel. Ja, het stappen op een vloer die gelijk is, dat lukt. Stappen buiten, op gras bijvoorbeeld, wat per definitie ongelijk is, dat lukt moeizaam. Dus dan moeten we ze echt aan het handje pakken en dan lukt het wel. Ja, ze heeft eigenlijk de hele tijd hulp nodig. Kan je ermee communiceren met haar? Ja, zij kent smogtaal. Smogtaal is spreken met ondersteuning van gebaren. En dus samen met die smogtaal en de taal of de geluidjes die ze produceert, kunnen wij haar best goed verstaan. Ja. Krijg je ook hulp van buitenaf, professionele hulp? Professionele hulp, zeker van dienst ambulante begeleiding. Die heel in het begin, als Jani klein was, vroeg begeleiding gedaan hebben. Dus niveaubepalingen gedaan hebben, ons geholpen hebben op zoektocht naar een gepaste school. Mm-hmm. Dan zijn we een tijdje gestopt met de begeleiding, omdat we dachten van kijk, we kunnen het hier wel aan. En naar aanleiding van de zoektocht naar een fiets zijn we nu terug opgestart met begeleiding. Ja. Krijg je ook hulp van de familie? Of? Ja, gelukkig. Ja, oma en opa zijn zeer aanwezig, hebben ons van het begin heel erg geholpen. Broer, zus, een aantal heel goede vrienden die toch wel geregeld tandje bijsteken. En is dat echt nodig? Denk je van, zonder hen zou ik het niet halen? Ja, absoluut. Absoluut. De tijden dat mama en papa Jani meenemen om zo eens op vakantie te gaan en wij eens alleen zijn met de andere dochter, dat is echt zalig en nodig. Ja.